Hallo, ik ben Tycho en dit zijn mijn stemmen. Hallo, hoe gaat het met jou? Asraël, kom eens hier, hoor. Ik haat smurfen. 1945, Amsterdam in de Rap aan Roer. En kijk ook daar, een drukte van je welste. De koningin maakt furoren. Ik denk dat ik 18, 19 was dat ik voor het eerste keer iets ging dubben in een studio, maar een commercial. En die regisseur die vond dat ik ging helemaal los in die studio. Ze hadden een soort normale stem nodig. En ik zat met die microfoon en die koptelefoon op. Toen dacht ik, hey, wacht even, man, dit zit ik thuis nooit zo dat ik zo goed mezelf hoor. Okay. Dus ik ging al die stemmetjes naar in mijn hoofd. En die man die dacht, wacht even, jij moet ook gewoon tekenfilms in gaan spreken. Zo is het volgens mij begonnen bij ik weet niet, Gort Sound, bij Ilja Gort. Oké. Ik wou even... Sorry. Vandaag, om 1523 uur, heeft Bram Houtslag de fantastische, geweldig nieuws ontvangen. Ja, jullie zoeken ruzie met de verkeerde gasten. Tegen wie hebben we het eigenlijk? Plankton, hij vroeg of ik jullie wilde vertrappen. Als dat zo is, moet u de verantwoordelijkheid dragen en niet uw zoon. Ah, Haddock. Weer wakker? Mooi. Er is visite voor je. Het verschil tussen een tekenfilm inspreken, een animatie inspreken en gewoon acteren is dat je in je stem alles moet leggen. Ik bedoel, ik kan, als ik in een film een rol speel en ik kijk zo om, dan hoef ik daar geen geluid bij te maken en zeggen de ogen genoeg. Maar het is wel heel spannend om in een tekenfilm, als dat gebeurt, een soort geluidje erbij te krijgen. Dus je gaat veel meer kijken hoe je een lijf nog meer kracht kan geven. Los die touwen! Er wordt een verschil gemaakt in stemmen. Je hebt inderdaad de BN'er die voor naam een film inspreekt. En dat zijn niet altijd even goede insprekers, maar gewoon namen. En je hebt de insprekers, maar er werd nu net ook gezegd. En je hebt BN'ers die ook echt het vak verstaan. En ik ben al 25 jaar met mijn stem bezig. Niet alleen als acteur, maar ook daarnaast. Dus ik kan wel heel goed dubben. Maar bij mij is het een soort dubbel ding. Want je moet me wel dan weer betalen voor het geld voor een BN'er. En dat is soms ook lastig in deze business. Want we vragen niet heel veel geld als je het vergeleken andere landen kijkt. Alleen de markt is gewoon heel lastig nu op dit moment. Hey, hi, ik ben Schimpy. Als schimmel zorg ik graag voor een lelijke nagelinfectie. Waarvoor ik diep onder uw nagel kruip. En me helemaal ingraaf, zodat u moeilijk van me afkomt. Ja, dat is de ergste stem ooit. Nog steeds wordt dat de ergste stem ooit genoemd. Dat was ook een zep-moment. Mensen, als ze de commercials zagen, moesten ze zeppen. Dat ging over zo'n heel kleine vieze bacterie die ze de nagel over. En dat was ook in het Engels was dat een zware stem. En ik zag dat figuurtje. En ik zei, ja, maar mag ik even iets proberen? Klant zat erbij en toen ben ik... Hallo, ik ben Schimpy, ik zorg voor een lelijke nagelinfectie. En dat was zo vies dat ze daar meteen op akkoord gingen. Maar het heeft het merk wel in de wereld gebracht. De kogel raakt de schets, ketst af en gaat af op nummer 5. En toen stortte het dak in. Waarop de thermoskan met pure graanalcohol vlam vat en zijn aardse vorm verdampt. En er niets over blijft dan een verkoold standbeeld en een schrille gil. Ik heb een animatiefilm genaamd Rango. En daar moet je echt... Daar hebben we zelfs zoveel toegevoegd aan de film. Dat we daar een prijs voor hebben gekregen in het buitenland. Omdat het zo gevulde film werd. Omdat wij allemaal dingetjes, wat ik net deed in... Een blikje of een wat Johnny Depp niet doet, want die spreekt gewoon de film in. De film is af en dan gaan ze editen, maar dan missen ze soms nog geluidjes. Nou, dan mag je niet zomaar een andere acteur vragen. En als je Johnny Depp vraagt, ben je weer een miljoen kwijt. Dus die laten dat dan zitten. En dan krijgen wij een versie die hij heeft ingesproken. En dan zien we dat er nog veel meer bij kan. Dan groeit zo'n film echt onder en zo'n rol ook. Het is echt gek om mee te maken. En het was ook een heel mooi karakter, want ik hou van hele rare stemmetjes die door elkaar heen gaan. En die film begint, je ziet dat... ingekiet, dus je bent close en je denkt, er staat een chameleon op het strand rare acts te doen. De eerste 10 minuten doet hij geloof ik 12 stemmetjes. En dat ligt mij natuurlijk perfect. Ik moest vanuit het karakter, zo'n hele lieve jongen, ook een Fransman kunnen spelen die in zo zong. Dus dat is heel leuk om dat soort dingen te vinden. Het doek gaat op. De nacht is met vrees vervuld.
Alleen in haar kamer wil de prinses zich van het leven benemen. Het is beter de wormen te voeden dan te leven zonder liefde. Ze reikt naar de kelk met vergif. Intussen plant de slechte Malvolio zijn bestijging van de troon. En haar oude vader is ernstig ziek. Ja, ik ben ernstig ziek. Soms is de kracht van een film dat je een stem echt kan benaderen en dichtbij komt. Ik bedoel, Gargamel is daar een mooi voorbeeld van. Dat is zelfs in Amerika gaan ze nu weer terug naar de originele Europese stem die we hebben. Azrael, kom eens hier, ik haat smurfen. Dat is Paul van Gorkum die dat al die jaren gedaan heeft. Ik heb dat kunnen overnemen. Maar het is heel belangrijk om een stem in een bepaalde lijn te houden. In Amerika proberen ze dat dus ook weer naar de kracht te krijgen van zo'n stem als Gargamel. Jij hebt me de weg gewezen naar een nog nooit ontdekt volkje smurfen. Zij hebben totaal geen weet van ons bestaan. Ik doe zo van en zij doen... Oh nee, Gargamel. En ik doe... En zij doen... Ah, oh, weg, nee, rennen. Jij klein doortrapt genietje. Als een stem zo één op één bij een karakter hoort zoals Gargamel... Dan wil je ook in Nederland dat alle mensen die dat kijken... papa, mama en hun kinderen ook nog bij Gargamel zijn. Als dat nou ineens zo'n soort stem gaat worden... In plaats van die hele rasperige stem... Dan ben je er niet meer bij. Dus ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat zo'n stem een bepaald merk krijgt. En ik ben dan wel Tycho die het doet. Ik heb Paul van Gorkum er ooit over gehoord. En die zei, nou ik ben helemaal niet blij met de nieuwe Gargamel. Want die doet het heel anders en dat is helemaal niet mijn Gargamel. Dus daarin hoor je wel dat ik weer iets totaal anders doe dan hij. Ik raak hem wel aan, je voelt hem wel. Maar hij is een stuk jonger en misschien nog meer levendiger dan wat Paul neer heeft gezet. Smurfen zijn helemaal geen obsessie van me. Kan ik het helpen dat ik elke minuut van iedere dag aan die blauwe onderkruipsels moet denken? Ik vind live action is een totaal andere categorie dan animatie. Gargamel is natuurlijk 2 keer ook live echt geweest. Wat de dubbe stukken moeilijker maakt. Ik bedoel, een bekje wat zo doet van een figuurtje, daar kan ik heel veel op inkieën. Maar als ik een mond echt zo'n zin zie zeggen die ik nu zeg, dan moet ik al die bekjes toch, dan moet ik echt aan gaan voldoen. Dus dan ben ik ook nog zo'n perfectionist die dan ook als de technicus zegt met de regisseur samen, we hebben hem. Dat ik zeg, nee, ik wil nog even, want ik voel daar nog een raspje of een klein adempje. Dus dat is veel nog meer op de detail, vind ik, dan een geanimeerd figuurtje. Omdat je daar soms nog wel bij wegkomt. Wat? Oh, zo, je denkt zeker dat je me klem hebt. Nou, ik verhonger nog liever dan dat ik het opgeef. Ik zal nooit vertellen waar die is. Oh. Laat die man met rust. Dat is verkeerd. Wat? Wie zei dat? Dat zei ik. Popeye de Sailor Man. Ik vond Popeye wel heel erg leuk. Die mis ik ook wel. Trouwens, dat meen ik echt. Wauw, hey, olijfje, kom eens hier. Hij is maar een paar keer in Nederland hebben hem gedaan, Popeye. Maar ik vond dat zo'n stoer figuur vroeger. Ik was echt verliefd op Popeye. Ik kan me niet voorstellen dat die kids niet verliefd zijn op Popeye. Maar ik zie zo weinig Popeye omheen. We hebben maar 1 of 2 films ervan gemaakt. Maar heel mooi karaktertje. Die vind ik heel erg leuk. Ik snap eigenlijk niet wat je ooit in het onderdeurtje gezien hebt. Wie noemst jij daar een onderdeurtje, Brutus? Hey, waar ben je mee bezig? Blijf met je handen van mijn meisjes hand af, Brutus. Ja, dat is een man die zo ontzettend dom is en zo ontzettend lief en naïef. En alleen maar eigenlijk de grove kracht heeft en een heel klein hartje. Dus dat vind ik leuk om te spelen, de boef die eigenlijk heel erg lief is. En dat vind ik bij hem ook wel. Het is een soort villain, maar hij doet altijd alles heel erg goed en lief. En ik vind die stem gewoon heel lief. Wow, hey, kom eens hier. Ja, heel lief stemmetje. Zomaar uit de kast, voor jou op de tv. Weer een avontuur, speel je met ze mee. De beer, de eekhoorn en de pinguïn en het boze konijn. Dat moeten wel de Turtles zijn. Ik heb ooit de Tuttles gedaan en dat was een televisieserie. Dat was heel knap bedacht van een vrouw. Ze is ook wereldwijd heel goed verkocht. Die had een t-shirt aan en dat was dan de achtergrond. Bijvoorbeeld een huis met een boom. En dan wist je, nou, we staan voor een huis. En dan had ze gewoon met knuffels, waar ze met handen gewoon om die knuffels heen, zoals wij allemaal een knuffel vasthouden, ging ze met die knuffels voor die trui spelen. En dan hadden we 4 karakters, zoals met Guusje Nederhorst, die ik ontzettend mis en nog steeds over van der hou. Roué Verveer, ik en Dieter Jansen. 4 goede stemmen.
En het toffe was dat wij in de wisseloordstudio zaten we dan. En dan gingen we met z'n vieren aan tafel. Koptelefoon op, plopkap om de microfoon heen. Dat je het zijgeluid niet hoorde. Maar dan spraken we met z'n vieren tegelijkertijd de afleveringen in. Hallo daar! Zei het boze konijn. En hij wipte het huisje van de beer binnen. Beer, pinguïn, komen jullie buiten spelen? Eekhoorn en ik hebben een leuk spel bedacht. We zijn aan het overgooien met beukennootjes. Oh, overgooien met beukennootjes, dat lijkt me heel... En dat vond ik zo'n feest, omdat je dat zo weinig meemaakt als acteur. Sta je vaak alleen achter dat scherm en ben je in je eentje zo'n rol aan het maken met de regisseur. Dat je echt die interactie hebt, dat is vaak niet te doen in studio's, omdat je dat geluid solo wil houden. Dus dat was heel uniek, dat vond ik heel erg tof. Dat zou ik nog wel een keer willen doen. Dat je met een paar mensen tegelijk iets inspreekt. Het geeft toch een soort extra warmte. Het is heel lastig voor de regisseur en voor de technicus, maar het is wel heel tof om te doen. Klaar. Nou, wat wij wel steeds meer meemaken in de Nederlandse film, wat ik heel erg leuk vind en waar heel veel acteurs bang voor zijn, is dubben. In Nederland zijn we heel erg gewend dat de film af is en dat we het geluid boomen met een boom of een microfoontje hier of dubbelop. En dan hebben we altijd wel het goede geluid. Daar wilden we nooit zoveel geld aan uitgeven. En tegenwoordig worden goede films in Nederland heel veel gedubt. En dan moet je het wel kunnen. En daar ben ik wel heel blij om, omdat ik al die jaren ervaring heb. Want je kan er zoveel meer in een rol in leggen. Dan doorbreken we de linietrom. Donder op met je linie. Die schepen zijn van mij. Vier steken stuurboord. Het is een order van Michiel. Hier zie je de hoofdofficier. Overstag. Vier steken stuurboord! Overstag! Ik speelde Jozef van Gent. Toen dacht ik, ja, dan ben ik wel heel Belg. Dus ik heb er echt... Wow, is het zo gesproken tegen mijn manschappen ook, hè? En toen kwam de regisseur erachter en zei, ja, het is toch een Nederlander, we willen nu toch naar Nederlands. En dan moet je dus al je tekst die je zo Belgisch hebt geklapt, gesproken, moet je dan terugtrekken naar Nederlands. Dan moet je alles opnieuw doen in de studio. Maar dat is ook weer heel tof, omdat je dan ook weer aan dingetjes kan veranderen en zo. Dus ja, dat kom je wel eens tegen. Op de overwinning! Hoezee voor de ruiter. Hoezee voor de ruiter! Hoezee! Mensen vergissen zich soms wel eens in het vak stemacteur. Ze denken dat best wel makkelijk is. Terwijl het is een heel zwaar beroep. Je mag ook niet langer dan 4 uur in een cel zitten. Je hebt heel veel focussen. Dus je hebt en de band die meeloopt op je oor, waar of Engelstalig of een andere taal op meeloopt. Je hebt het beeld waar je op aan moet passen, op de bekjes die je ziet. En je hebt je eigen tekst waar je rekening mee moet houden. En die drie dingen, die moet je continu daar op 200% aan hebben staan. Dus het is best wel vermoeiend. Maar een heel mooi vak. Ik vind het zo leuk dat ik vaak naar de studio kan in mijn trainingsbroek en een oude trui. Omdat ik gewoon helemaal kapot ga. Ik zit helemaal zo, wat een nieuws nu. Helemaal. Het is heel intens werken. Ik heb hem al een paar weken niet gezien. Maar hey, praat eens met zijn yoga-instructrice. Ik stel je wel even aan me voor. Oh, heel erg bedankt. Daar helpt u ons enorm mee uit de brand. Want wij... Oh, u bent naakt. Huh? Oh, zeker weten. Dit is een naturalistenclub. En ik sta meestal... Ja, dat is heel stom, maar naakt in een studio aan het einde. Er is geen zuurstof en ik ga altijd vol voor een karakter. Dus ik sta meestal... En als er een klant binnenkomt of iemand anders... Dan die schrikken zich rot echt. Maar ik heb dat nodig dan. En aarde. Wat ik altijd standaard doe is mijn schoenen uit en mijn sokken uit. In een studio. De stroomvoorziening dreigt uit te vallen in grote gedeelten. Oké, erg grappig. Ik doe het licht weer uit. En als ik het straks weer aandoe, dan staat alle drank weer op zijn plaats. Ja, oké. Gelukkig zijn tekenfilms heel belangrijk voor de jeugd, maar ook voor volwassenen. Ik blijf het leuk vinden, tekenfilms, mijn leven lang. Dus ik denk ook wel dat het nog heel lang gemaakt gaat worden. En het is belangrijk om zo verhalen te kunnen vertellen en je fantasie op hol te laten gaan. Dus ik vind het één groot feest en ik hoop dat ik nog heel veel mooie dingen mag laten horen en laten zien aan iedereen thuis. Vond je dit een leuke video van Stemmen van Toen? Vergeet hem dan niet te liken, reactie achter te laten of op te delen met je vrienden. Later!